Woensdag 7 juli was het 45e schoolvoetbaltoernooi op de Wildzang. We kunnen terugkijken, denk ik, op een geslaagde dag, Gerwin. Ja, inderdaad, een ontzettende geslaagde dag. Eigenlijk is er niks misgegaan, er zijn geen problemen geweest bij geen van de wedstrijden, bij geen van de toeschouwers, dus perfect. Een mooie opzet met spannende finales. Ja, de finales waren spannender dan we hadden verwacht op voorhand, want we dachten dat Petra School ze vrij makkelijk zouden winnen. Uiteindelijk wonnen ze wel, maar twee keer over was het echt in de slotfase en zelfs in de laatste minuut met een penalty bij de heren. Jullie mogen ook als organisatie denk ik compliment hebben, want het was allemaal last minute, maar het is perfect gegaan. Ja, het was redelijk last minute en we zijn echt ontzettend tevreden. Ook met de hulp van alle vrijwilligers en de sponsoren en de scholen die allemaal mee wilden werken aan gewoon een onvergetelijk dag voor. Met name de kinderen van groep 8 en daar was het eigenlijk om te doen. Wat, hoeveel scholen en hoeveel kinderen hebben er ongeveer meegedaan? Ongeveer 200 kinderen en op de Verschoorschool en het juniorcollege na alle scholen uit de gemeente Nunspeet. Dus dat we hadden 11 jongensteams en 6 meidenteams. In principe alleen groep 8, tenzij je tekort had, dan mocht je aanvullen uit andere lagere groepen. Hoe heeft het publiek gereageerd? Heb je die nog gesproken? Het kan zijn dat ze misschien niet het achterste van de tong laten zien als ze het tegen ons hebben. Maar wat we gehoord hebben, waren ze allemaal bijzonder tevreden. Er was van alles te doen, ook voor de kleine kinderen die kwamen kijken. Eten en drinken was overal te koop. Dus het was gewoon een hele leuke dag. Volgend jaar weer de 46e dan maar doen? Ja, volgend jaar de 46e en dan is hij gewoon weer in april. Met gewoon weer zoals we het gewend zijn, ook voor de groepen 5 en 6 en de groepen 7 en 8.